De regering bekijkt mogelijkheden om de subsidie die momenteel wordt gegeven op diesel af te bouwen. Financiënminister Raghubar Singh zegt dat de subsidie voor de sociale groepen zal worden gehandhaafd. Echter zal er eerst gepraat worden met alle actoren zoals het bedrijfsleven, de vakbonden en de bus- en boothouders alvorens deze maatregelen genomen zullen worden. De bewindsman voegt eraan toe dat de regering de sociale maatregelen goed in orde wil hebben voordat de officiële prijzen voor brandstof worden vastgesteld. Het Suriname Business Forum, SBF, heeft sinds gisteren een nieuw dagelijks bestuur met Dimitri Lemmer, voorzitter, Steven Debbie Peshaat, penningmeester en Robert de Klerk, secretaris. Het SBF zal zich in 2023 sterk maken voor een klimaat waarin Surinaamse ondernemers de kans krijgen om te groeien. Groei betekent meer banen en meer welvaart. De uitredende voorzitter Krishan Thakur benadrukte de kracht van samenwerking en meent dat door samen te werken meer kan worden bereikt. Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag middels een workshop met belanghebbenden een aanvang gemaakt om te komen tot een oplossing voor de hoge concentratie kwikdamp boven Paramaribo. Vanuit de zijde van de goudopkoop- en exportbedrijven is in ieder geval gebleken dat zij openstaan om in het belang van de volksgezondheid de nodige maatregelen te treffen. De bedrijven waar de uitstoot van kwik nog niet gereguleerd is, zullen in de gelegenheid worden gesteld om die alsnog te doen binnen een door het OM te bepalen periode.